Alles kun je gebruiken, de nieuws van nieuws techniek, om zelf iets mee te doen. Maar er zitten overal gevaren aan. En dat is heel belangrijk dat dat met leerlingen gedeeld wordt. Dat ze weten, maar ook bijvoorbeeld gameverslaving. Kinderen gamen veel te lang. En dat weten ze ook. Dat voelt niet goed voor ze. Maar hoe dan wel? Hoe moeten ze hiermee omgaan? Dat willen ze echt dat wij dat hun leren. En de leerkrachten daarmee omgaan. En ik vind Bonaire een top eiland. En ook Saba en Eustatius. Hoe iedereen het oppakt. Dat ze denken, oh wat leuk, dit ga ik ook doen. En dat ga ik nadoen. En ja, dat is helemaal ons plan natuurlijk. Dat wij eigenlijk misschien volgend jaar helemaal niet meer nodig zijn. Maar dat iedereen het hier doet. En dat gebeurt. Je ziet het gewoon gebeuren. We zijn heel druk in gesprek met alle scholen. Want het leuke was, we stonden in wat kranten. En het gaat natuurlijk als een lopend vuurtje van, oh, er zijn gave lessen, willen we ook. Dus heel veel leerkrachten en docenten en ouders hebben ons al benaderd. Kom ook op onze school. Dus we hebben overal gesprekken en we hopen eigenlijk, we komen in november weer terug, dan voor alle scholen terug te komen. De ervaring met de scholen die jullie hadden, met de kinderen vooral, hoe was het? Ja, heel erg leuk. De kinderen zijn zo gemotiveerd om dit te leren en als onze vakdocenten de school in komen, is het meteen, kom hier, wij willen de les. En we hebben dus 7 lessen per groep. Dus we beginnen bij groep 1 al, groep 1, 2, groep 3, groep 4 tot en met 8 en dan middelbare school. Dus 7 lessen van 1,5 uur. En dan hebben we allemaal leerlijnen die ook verplicht gaan worden. Vanuit de overheid. Digitale geletterdheid wordt echt gezien als basisvaardigheid, net als talen en rekenen. Een basisvaardigheid net als talen en rekenen. Ja, dat wordt heel belangrijk de komende jaren. Dus jullie zijn voorloper op dat gebied. Bonaire loopt gewoon echt voor. Want heel veel scholen in Nederland doen dit nog helemaal niet. In Amsterdam hebben we 50 scholen die het doen. Maar verder, jullie lopen echt voor, want als zoveel scholen het gaan doen en ook op Stesia en Saba, echt super. Gewoon dat alle scholen deden daarmee en ja, dat is gewoon een groot succes, overal. Zou een school misschien meer informatie willen krijgen? Hoe kunnen ze dat doen? Ja, dan kunnen ze op onze website kijken welke lessen we hebben. We hebben 49 verschillende lessen. Dus op het gebied van VR, robotisering, hologrammen, maar ook nepnieuws herkennen en cyberpesten. Dan kunnen ze kijken op www.mediawegwijs.nl. En dan als je bij lessenoverzicht kijkt, dus bij lessen, kun je alle lessen zien die we geven. En dan kunnen ze kijken wat de kinderen kunnen krijgen en ervaren.